Welkom bij een nieuwe aflevering van Troy. En daarna wil ik je geld. Heb je de video wel eens gezien? De Chinees? Ja, dat was de Chinees. Aziat. Dat is de Turk. Vol tranen is van mij. Ik heb even tranen dicht. Een of andere tuinfeest weer natuurlijk. Ja! Dit gevoel, jongen! Ja! Helemaal gek. We hebben natuurlijk niet dezelfde stem. En jij kunt natuurlijk ook gewoon iets hoger gaan praten. Ja. Ja. Maar ik wilde wel als Jaap zijn. En daarom heb ik me laten overhalen om een spel te spelen wat jij mag aankondigen. Goed, The Surge. Een spel uit 2017 wat net zo werkte als Bloodborne Dark Souls spellen. Wie dat niet weet wat het is, zal het even uitleggen. Je weet eigenlijk niks. Je begint een spel, geen minimap. Je weet niet waar je heen moet. Geen flauw idee wat er aan de hand is. En je zoekt er maar uit. En je bent binnen de kortste keren dood. En dan denk je, spelletjes zijn toch heel makkelijk. Je wordt bij de hand meegenomen tegenwoordig. Het gaat om bloedstollende acties, zweet tussen de billetjes. En dat heb ik geweten inderdaad. Het is echt van die Japanse shit die ik lekker aan me voorbij laat gaan. En die Japie lekker mag spelen in zijn eentje. Ik probeerde een beetje erin te luizen, want ik dacht... Je hebt me gewoon genaaid. Toch heb je hem gehaald, want je had wat video's bekeken. Nee. Ik dacht, ik heb van die vijanden. Er wordt een beetje een soort van introductietje hoe je de controls werkt. Dat is het enige. De eerste ging nog wel. De tweede vijand die ik tegenkwam, dwars door me heen en ik was dood. Ging je opnieuw en denk je, nou die eerste heb ik al dood gemaakt, dus ik ga nu naar die tweede. Staat die freaking klootzak, staat er gewoon weer. Gewoon weer overnieuw. Hij reset zich elke keer en dat is echt... Oh. Het vraagt om strategische keuzes ook, want als je spul, je verzamelt techscrap heet dat. Gisteren liep ik met 100.000 techscrap rond, dat was best wel veel. 100.000? Je kunt terug naar je ops, je medb, je basis, en dan kun je die techscrap op de bank zetten, soort van. Of je kunt het uit gaan geven. Ja. Als je het bij je houdt en je hebt die vijanden afgeslacht, dan heb je die techscrap wel. Maar de keuze is dan, ga ik door in het spel? Ga ik nog even die laatste deur openen, omdat ik dan misschien een shortcut vind, waardoor ik meteen weer terug kan naar waar ik was gebleven? Ja. Of ga ik toch helemaal terug, want dan heb ik die techscrap. Ja, dat duurde even voordat ik dat door had. Want waar ben ik in beland? Nee. Ja, er is een soort robotachtige wereld. Dat zijn nu allemaal klootzakken. En jij bent een soldaat, iets in moet gaan doen. Ik heb geen idee wat. Er is één keer in het begin een vrouwtje die in een hologram iets vertelt. Ik mis nog steeds wel een soort van, wat is nou het doel van het spel? Oh. En ik vond het bloedstollend spannend, want je gaat dus een gebied in en dan is het opeens weer donker en dan zie je niks. En opeens komen ze uit alle hoeken en gaten. Ja, en dan ben je gewoon dood. Maar als je zelf beter... Ik wil zo snel mogelijk dat beest dood hebben. Nee, maar dat had ik ook, hè. Ik ben er ook geweest. Alleen, de grap vind ik, je kunt daar 20 keer doodgaan, dan heb je hem. Dan schreeuw ik natuurlijk uit, want het is euforisch als het na 20 keer lukt. Maar als je terugkomt en je moet het opnieuw doen, heb je waarschijnlijk binnen 1 of 2 keer. Omdat je weet, hij werkt zo, ik kan beter dit doen als hij dit doet. Ja, dat maakt zo'n spel gewoon super vet. De intelligentie is ontzettend hoog van je tegenstanders. En dat gevoel, als je dan die laatste klap uitdeelt en dat ding dondert in elkaar. Nou, ik zal maar niet herhalen wat ik toen heb geschreeuwd. Gaan we weer, Jaap. Het dak ging eraf. Ik wil het spel spelen. Dus ze willen ze op easy mode. Wat het doel is. Dat mensen mij kan vertellen waarom ik dit leven leef. Als je maar 3 vingers hebt, dan kun je Dark Souls niet spelen. Als het een easy mode zou zijn, zou dat misschien wel kunnen. Maar wat boeit het eigenlijk nu, 4 jaar nadat ik het spel heb gespeeld, dat ik ooit een keer 80.000 souls ben kwijtgeraakt. Ja. Als ik dan naar het verkeer kijk, kan ik me zo opfokken over mensen die op 3 banen, op die middelste baan blijven rijden. Ik dan rechts voorbij gaan, dan denk ik... Oké, klaar? Het is... Waarom? Ik ben weer... Het is... Waarom? Ik ben weer... Dat je bijna ontploft in je controle door de tv heen pleurt. Begin daar eens mee, als je een rotonde afgaat, dat je gewoon je knipperlicht aanzet. Anticiperen en communicatie. Als je dat niet kunt, laat alsjeblieft je auto thuis. Fietsen moet ook altijd uitsteken trouwens. Ik word helemaal boos. Het leven gaat niet verder dan hun vooruit. Het zijn vaak vragen... Jerry. Tering. Ik schrik me de ting, dus ik altijd die toetrappen. Jij denkt van, hij komt en... Ik ben echt een heer in het verkeer, Ferry. Maar goed, over Thierry gesproken. Heb je dat debat gekeken? Wanneer heb je voor het laatst gehuild, Jaap? Niet allemaal maar pap en nat houden. Als je niet wil werken en je wil gewoon op je lui reet 800 euro per maand binnenharken van de staat, dan moet een ander wel voor werken, hè? Ga je tomaten plukken. En als je dat dan niet kan, zogenaamd omdat je last hebt van je jicht of van je... Oké. Wij zijn best wel rechts. Dat kan niet of zo, weet je. Iedereen wil... Waarom moet je achter me gaan staan? Weet je, het is niet een spel waar je even een potje van speelt. Weet je, het haalt toch ook wel een hoop negativisme in mij naar boven. Kijk uit voor die vrouw. Dus daarom waardeer ik jou enorm dat je mij dit gamegenre eigenlijk hebt geïntroduceerd op deze manier. Ja, fijn, maar je gaat Bloodborne toch niet spelen. Puzzles in Zelda, jongen. We hebben zo'n weken aan de puzzel gezeten dat we er niet uitkwamen. En als het dan lukt, dat je denkt, yes. Tegenwoordig, jongen... Stiekem heb jij heel veel doorzettingsvermogen. Je zou het in je dagelijks persoonlijke leven niet zeggen, maar... Maar wat spelletjes tegenwoordig doen is... Hé,
Leuk dat je wil spelen. Geef me zijn hand. Kom mee in Geef deze me zijn experience. Hand. Kom, ik neem je mee. Kijk, hier Kom. Moet je heen. Hier. Oh, dan Kom, hoef ik alleen nog maar op vierkantje Ja, alleen nog op vier en dan heb je het spelletje uitgespeeld. Dan kun je nu de DLC kopen voor 50 euro. Kom, we gaan roken. Ja, ik weet ook niet. Duurt dit lang? Je zei de laatste paar minuten zijn leuk. Nee, je weet ik niet. Ik weet niet waar ik heb opgenomen. Dit. En dat nummer gaat maar door, hè. Halleluja, voor u zijn we hier. En we gaan nog niet naar huis. Man. Toenk. Zo, die heeft hoofdpijn. Dat is niet je beste gevecht. Ja, en dan ga ik tactisch kijken hoe ze zitten, hoe ze elkaar zitten. Ja, vierkant. Ja, dit is zo lekker, hè. Nou, kunnen we eindelijk verder. Nou, tot zover. Nou, jouw video dan maar. Zo. Lekker. Dit is zo lekker, hè. Die slide zo. Ja. Bam. Hoppa. Kijk, daar is die. Ja, omdat ik gewoon bang ben. De griezel. Hier, ik ben fucking bang voor dat beest. Hier werd ik echt helemaal lijf. Nu ga ik ook dood. Kijk, nu moet ik wegwezen. Ja, doe Kijk, ook. Dit doe ik wel Netjes, goed. Ja. Hier, weet je, ik hak ook gewoon. Dit is zo'n soort blinde paniek. Dat je denkt van, ik moet hem slaan. Hier, bam! Ja. Dodge je precies onder die voeten. Ja, eng. En dan ben je weg. Oh, niet eens. Nog net niet, nu wel. Ja, you died. Kapot. Hier, dan ga ik een beetje dom lopen hakken. Heb je ook een ander wapen, hè? Ja, ik heb nu een iets sneller wapen gepakt. Ja, alleen, hier, weet je, ik loop te veel te rammen op die knoppen. Ja. Dat is gewoon pure paniek. Maar je pakt je techscap ook niet op wat daar ligt. Oh, nu wel, ja. Nu wel, ja. Kijk, nu is die bijna dood, hè? Ja. Maar dit was dom. Nou, hij ligt wel. Ja. Volgens mij maak ik hem nu bijna. En nu denk je, ja shit, had ik maar een sterke wapen. Ja. En nu, bam! Lekker hoor. Ja! En dit gevoel, jongen! Ja! Ik ben helemaal gek. Ja, dat snap ik. Dikke stief. Dit is een drone. Een drone. Maar goed. Tot de volgende keer. En welke game we dan gaan bespreken, nog geen flauw idee. Gaan we met zomerreces? Thanks. Bye bye. Bye bye. Ah, lekker man.